bedrijf of product? Laat ons jouw product of dienst promoten. Voor meer info ga naar kulturu.com. Word jij onze 50.000ste lid, dan krijg je 3 maanden gratis internet in Suriname en anders een voucher van €50. Aanmelden met je Gmail-account. Goedendag kijkers van Kulturu TV. Wij zijn op bezoek te Osseer. En we zullen een gesprek voeren met een der ondervoorzitters van de Nationale Democratische Partij, de NDP. En dat is in deze mevrouw Jennifer Simons. Zoals u weet kijkers is mevrouw Simons reeds jaren actief binnen de politiek. Ja, niet zo lang geleden, ik kan zeggen 3 jaar geleden, was zij nog voorzitter van de Nationale Assemblée. En ze zal natuurlijk vandaag ingaan op enkele actuele zaken. Mevrouw Simons, het is altijd beliefd om te vragen hoe het gaat met de mensen. Hoe gaat het met u? Goed wel, ja. Dat is oké voorlopig. Ja, de NDP die is geen kleine partij, al deze jaren actief. We zitten in 2023, we hebben te maken met de regering onder leiding van president Chandrika Prasad Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk. Hoe kijkt u aan tegen de huidige situatie in het land? De situatie in het land is natuurlijk, zoals iedereen weet, niet best. Laten we het zachtjes uitdrukken. Het is bijzonder moeilijk en op eigenlijk alle terreinen zien we problemen. Vooral is het moeilijk omdat ik denk dat er een stuk gebrek is ontstaan aan eenheid in het land en een heel grote terugval aan vertrouwen in instituten van het land. Niet alleen de politiek, maar instituten, rechterlijke macht, noem maar op. De burgers hebben het niet alleen moeilijk, maar vertrouwen elkaar niet meer en vertrouwen het systeem niet meer. En dit laatste vind ik het ergste, want zoals ik het vaak zeg, ja, ammonieprobleem, dat is iets wat moeilijk is, maar we hebben in het verleden gezien dat hoe dan ook we meestal na een paar jaren weer enigszins eruit komen. En als de dingen niet anders lopen dan vroeger, dan mag je verwachten dat na die dip toch weer een iets betere periode aanbreekt. Echter, wanneer het vertrouwen verloren is gegaan in de instituten en de politiek en de mensen elkaar, de verschillende groepen met elkaar niet meer op een plezierige en goede manier leven, dan is dat veel moeilijker te herstellen. Ja. En zoals je het aangeeft, de situatie in het land tussen de diverse groepen. Ja, vele andere burgers geven het ook aan, ook DNA-leden, ook van uw partij. Ja, het is zorgwekkend als we het zo bekijken, de reacties via social media vooral. Ja, dat zeg ik. De situatie in het land is zorgwekkend en belangrijk voor mij is, kijk, er zijn heel veel dingen aan de gang. Ik kan natuurlijk gaan praten over van alles en nog wat. Van onderwijs, gezondheidszorg, financieel, noem maar op. In feite kan je bijna elk gebied aanhalen. En is er wel een probleem wat je kan gaan vertellen. Verder gebeurt er wel elke week, soms meer dan 1 keer per week, gebeurt er iets. Waarop ik merk dat politici en burgers erop ingaan, ermee bezig zijn. Logisch wel. Maar ik heb in mijn hele politieke carrière altijd geprobeerd om over die dagelijkse gebeurtenissen heen te kijken naar de grote lijnen. Want wat zijn nou die fundamentele problemen die we hebben? Die zijn lang niet allemaal nieuw. We zien echter wel een terugval. In plaats van dat we dus stapjes vooruit maken, zien we dat we op dit moment stapjes achteruit maken. En dat is wat mij bezighoudt van, goed, als het op dit moment niet goed gaat, als deze regering niet in staat is gebleken om dat wat ze misschien verkeerd hebben aangepakt, om het beter aan te pakken, is de vraag van oké, maar hoe dan verder na dit moment? Want ik neem aan dat we allemaal uiteindelijk willen dat we uit deze situatie komen. En ik hou me dus vooral met die dingen bezig van oké, wat is de toekomst? Wat moeten we doen?
om de rechtsorde in het land te herstellen. Wat moeten we doen om het vertrouwen van burgers in elkaar, het vertrouwen in het systeem te herstellen? Wat is fout gegaan fundamenteel in het systeem? Waar zitten de politieke partijen fout? Niet één of twee, maar allemaal die aan de macht zijn geweest. Maar ook, wat zijn de booby traps, zoals we dat noemen, de valkuilen waar nieuwe partijen in kunnen vallen, omdat ze van tevoren niet zien aankomen. En dat zijn dingen waar mee bezig, want als je uiteindelijk over een paar jaren, als een andere regering zou komen, moet je dus met een stukje vertrouwen vanuit die gemeenschap gaan werken. En hoe ga je dat vertrouwen terugwinnen en hoe ga je dat vertrouwen behouden? Want het is niet allemaal terug te winnen alleen, het is behouden. Dat wil zeggen, je gedrag in de politiek moet veranderen. De manier hoe zaken worden overgebracht naar de bevolking en uitgevoerd. De werkwijze die je gaat toepassen, de wetswijzigingen, omdat ons bestuurlijk systeem is op dit moment nog niet waar het wezen moet. En dat veroorzaakt ook problemen. Dus het verder gaan, want we hadden al wat dingen gedaan, het verder gaan met het ordenen van het staatsbestel, wat we noemen het wettelijk kader. Die wetten die bepaalde dingen moeten regelen, vanaf finance, financiën, maar ook het bestuurlijke zelf. Toch? Je merkt bepaalde dingen nu, president trekt van alles naar zich toe, haalt ministeries uit. Ik zal niet zeggen dat de wet geen indicaties geeft, dat de wet niet vertelt wat er moet gebeuren, want ik zie ook iets wat er altijd was, nu sterk toenemen. En dat is dat bestuurders de wet gewoon naast zich neerleggen. Dat is op dit moment heel erg en in sterke mate het geval. Dus dat zijn de fundamentele problemen. Hoe maak je het staatsbestuur zodanig dat we een stukje eerlijk bestuur krijgen? Een stukje transparantie, eerlijkheid, vermindering van corruptie. En dat zijn de dingen die van belang zijn. Want er gaat een heleboel fout nu. Maar zoals ik al heb aangegeven, het zijn niet eens die individuele zaken die gebeuren, maar die afbraak eigenlijk van het systeem. Het systeem dat we al hadden en dat niet volmaakt was, het was echt nog niet volmaakt, maar het brokkelt nu gewoon snel verder af. En als je dat kan zien, dan hou je je bezig met hoe gaan we dat nou oplossen. Want of je ergens grondtroef hebt of er een minister is die hij en zijn regering het niet van belang vinden om te investeren in gezondheidszorg, dat is één vraagstuk. Maar wanneer je die zorg hebt afgebroken, dan moet je het gaan oprapen nu weer. En hoe ga je dat doen? Dat zijn de vragen die mij bezighouden. Ja, mevrouw Simons. Zoals je het zelf aanhaalt, er gaat heel veel mis op diverse gebieden. En vertrouwen is natuurlijk heel belangrijk, vooral als regeerders beleid willen uitzetten. Het vertrouwen van de samenleving naar de regeerders toe. We hebben bij het aantreden van deze regering gemerkt dat er heel veel is afgegeven op de vorige regering, waar je ook deel van uitmaakte. Hoe zijn al die uitspraken bij je overgekomen? Van ja, we zitten in een rotzooi bij wijze van spreken door het beleid van de NDP, DNA en dat soort zaken. Hoe is het bij je overgekomen, al die geluiden? Nou, ik ben ook kritisch tegenover mezelf en mijn partij. Dus natuurlijk, zoals ik zeg, alle regeringen maken fouten. De vorige regering ook gemaakt. In de tweede regeerperiode vooral is er natuurlijk een challenge geweest, een moeilijkheid van die crisis die is ontstaan internationaal. En waardoor sneller dan verwacht eigenlijk de overheidsinkomsten sterk achteruit gingen en het land in problemen kwam. En hoe daarop is gereageerd? Wel, dat is het onderwerp van de politieke discussie. Je hoeft het niet eens te zijn met de regering. Je moet zelfs kritiek uitoefenen vanuit de oppositie op een regering. Maar er is wel een verschil tussen kritiek uitoefenen, terechte kritiek, of misschien niet helemaal terecht, ook kunnen van mening verschillen over de aanpak van iets. En complete leugens. En dat heeft men gebruikt, een combinatie daarvan. Nou, zeg ik van, dat is wat er is gebruikt in de politiek. Ik denk niet dat het een goede manier is van politiek voeren. Ik denk dat we moeten proberen om
ons zoveel mogelijk te houden aan wat er werkelijk is. En als de regering wou te maken volgens jou, of je bent niet eens met de aanpak, dan moet je dat hard en duidelijk kunnen zeggen. Dat heb ik ook gedaan. Dat is het werk van de oppositie. En zelfs in de coalitie hebben we momenten gehad dat we duidelijk aan onze regering aangaven van hey, let op, want dit of dat gaat niet zoals gewenst. En ik denk dat dat op zichzelf dus bijna een normaal ding is. Een regering doet niet alles goed. Je kunt kritiek hebben op een regering. Maar ik zie een mengsel is gebruikt van normale kritiek op die regering, politieke visies en leugens. En uiteindelijk in de eindfase vlak voor die verkiezingen is er een grote leugen gelanceerd natuurlijk. Het verhaal van kasreserve is gestolen. En die wordt herhaald. Het wordt herhaald in de assemblee, het wordt herhaald in media. Terwijl er verklaringen zijn van de centrale bank zelf dat het nooit is gestolen. En ook wanneer we zien dat er verschillende rechtszaken gaande zijn, dat dat in elk geval helemaal niet ten laste is gelegd aan de mensen dat ze geld hebben gestolen. Dat is niet aan hun ten laste gelegd, want ze zijn ook niet daarover. Dus toch blijft men het herhalen, omdat we een politieke propaganda ermee voeren. Dat is niet goed, omdat je natuurlijk daarmee heeft deze regering zichzelf gezet op een spoor dat de mandjuan reden was oorzaak voor bepaalde sani. En uiteindelijk heb je dan de verkeerde oorzaak, dus dan ga je ook de verkeerde aanpak hebben. En de mensen zijn begonnen, mede door hun propaganda en het totaal zwart maken van de vorige regering, zijn ze begonnen met een heleboel vertrouwen. Deze regering is begonnen met een enorm vertrouwen dat ze het zouden kunnen aanpakken. Want door de crisis van tijdens de vorige regering hadden mensen het wat moeilijker. En ik denk dat het niet eens 6 maanden heeft geduurd dat de mensen echt het vertrouwen verloren hebben. Vooral op bepaalde gebieden. En het is niet gelukt tot vandaag voor hun om dat te herstellen. De problemen die de huidige regering heeft, kunnen ze echt niet meer op de vorige schuiven. En die daarvoor, want er zijn ook vraagstukken die er zijn, die ik weet, die natuurlijk 30 jaar geleden verkeerde beslissingen zijn genomen en die nog werken. Alle regeringen zeggen, ik maak een fouten. En soms werken die fouten heel lang door. Maar elke volgende regering deelt met de fouten van de vorige. En dat is eenmaal wanneer je aan verkiezingen meedoet, dan moet je weten dat je daarvoor hebt gekozen om te gaan werken aan verbetering, zoals je dat zelf hebt gezegd. En wat we hebben meegemaakt is een verslechtering van bijna op elk gebied. Of je het dan wil hebben over corruptie, of je het wil hebben over de werkwijze in het bestuurlijke, of je het wil hebben over volksgezondheid, de aanpak van de sociale problematiek. Alles is gewoon veel slechter gedaan dan in de vorige periode. En ik zal niet zeggen zelf de vorige periode. Alle voorgaande periodes. Ik heb een hele tijd gefunctioneerd in de politiek. Ik heb ook oppositie gevoerd. Maar ik heb eigenlijk nog nooit zo'n regering gezien. En vooral een regering die elke dag zegt, alles wat gebeurt is niet mijn schuld. Ik kan er niets aan doen. Nou, dat is een enorm zwakte bot. En dan zou je eigenlijk moeten zeggen van, wel, wat ik ook had gezegd, dat bleek dat ik het niet kan, dan moet je maar stoppen. Maar natuurlijk stopt men niet, maar ik heb dit al vaker gezegd, omdat een deel van die regering, ik ga niet zeggen iedereen in die partijen, maar er is absoluut een deel van, met name de VHP, die bezig is een plan uit te voeren en daar gaan ze gewoon gestaag mee verder. En vandaar dat ik me ook niet altijd bezig hou met de dingen van de dag. Maar de mensen altijd wel wat hebben waarmee wij ons bezighouden. En ondertussen voeren ze hun plan uit. En na x aantal jaren is alle grond, alle geld, alles onder hun controle. En dan mag je zetten wie je wil aan de macht. Dan is het laat. Ik denk dus dat het van belang is dat we met elkaar mensen uit alle partijen wees moeten worden. We hebben meer dan 30 jaar, wat we noemen low intensity conflict achter de rug. Dat wil zeggen dat er dingen waren in de Surinaamse politiek, een gemeenschap waarbij mensen tegenover elkaar stonden. Niet omdat ze
misschien verschillende meningen hadden over hoe iets politiek of bestuurlijk moet worden aangepakt, maar gewoon op basis van gebeurtenissen waarbij bepaalde mensen en bepaalde groepen betrokken waren. En het is tijd om een streep te trekken onder die kwestie, zodat we zuiver en alleen kunnen praten met elkaar over hoe we het land verder moeten brengen. En we hoeven niet eens te zijn met elkaar, maar het moet zuiver gaan over meningen, over politieke visie, over hoe je het land verder moet brengen. Verder denk ik dat vanaf voor de onafhankelijkheid zelfs en daarna we een probleem hebben gehad met corruptie. En corruptie is niet alleen stelen van de staat, maar corruptie is ook wanneer je voor verschillende mensen in die samenleving verschillende mogelijkheden schept. Dus de een krijgt niet dezelfde kansen als de ander. En dat houdt de ontwikkeling tegen. We zien internationaal na de jaren 80 ongeveer, zien we dat ook steeds meer de, wat we noemen, Denguru Mafa Gurontapu, dus accumulatie van geld en macht in weinig handen, een grotere rol is gaan spelen en dat de politiek in de verschillende landen in feite minder te vertellen heeft dan vroeger, maar dat kapitaal de macht heeft. En in Suriname zien we dat ook. En dat is ook iets waar we naar moeten kijken. Je kan het systeem niet veranderen. We zijn een klein land, we leven in een bepaald systeem. En dan moeten we met elkaar zitten om te kijken hoe we banasie gaan zijn. Want als je niet sterk bent, moet je slim zijn. En als we de problemen van het systeem kunnen zien, dan moeten we antwoorden vinden waardoor we onze mensen in het land, voor onze mensen een zekere mate van welzijn kunnen realiseren. Het eist echter op de eerste plaats dat je als politicus eerlijk bent. Dat je in dat ding gaat omdat je voor je gemeenschap iets goed wil zien. Natuurlijk, iedereen mag zijn geld verdienen en zo, daar gaat het niet om. Maar dat je niet het systeem misbruikt om voor jezelf of voor anderen in feite alles naar je toe te trekken en die samenleving in de kou laat staan. Omdat je dan geen aandacht meer kan schenken aan beleid, maar je bent met andere dingen bezig. Dus de politiek moet de hand in eigen boezem steken. En werken naar systemen waarbij we dus inderdaad wat meer transparantie, duidelijkheid over hoe ver de invloed van het kapitaal gaat. We weten ook waar onze grenzen liggen ongeveer internationaal. Je kan niet alles doen, want er zijn machtige, grote krachten die in feite jou daarin tegenhouden. Maar ik denk dat we wel ruimte hebben om voor onszelf een zekere mate van welzijn te realiseren, als we dat daar eerlijk aan werken. En geeft het zelf aan, we moeten daar eerlijk aan werken. Een belangrijk zorgpunt nu in de samenleving, mevrouw Simons, is onze gezondheidszorg. Het is slecht gesteld met onze gezondheidszorg. Heel veel mensen gaan snel dood. Je wordt opgenomen 1-2 dagen en je bent er niet meer. Voor een operatie moet men al gauw 20, 30, soms 40 en 50.000 SRD neertellen. Ja, je hebt ook een medische achtergrond, je bent ook arts. Hoe kijkt u hier tegenaan? Het is natuurlijk eigenlijk bitter om te zien. We zijn in de vorige periode jaren bezig geweest om te werken aan een systeem. We hebben toen ook de hulp van de PAHO ingeroepen. Strategisch plan, maar ook wij zelf. Om een systeem te maken waarbij wij als een land dat niet rijk is, maar waar we toch wel universal access, zoals dat genoemd wordt, we willen iedereen toegang geven tot zorg. Hoe we dat zouden moeten doen, welke systemen we zouden moeten gebruiken. We hebben naar vele landen gekeken, Engeland, Canada, Cuba, Australië, noem maar op. En we weten dat het Engels systeem, zeker in het verleden, een systeem was met wat we noemen een single payer, waarbij je dus één betaler hebt, zoals wij SZF hebben. Iedereen bijdraagt en iedereen dan zorg krijgt. We weten ook dat we het probleem hebben dat ons land en onze mensen verdienen niet veel. En dat heeft ook als je een premie vraagt, een bijdrage vraagt, kan je ook zien dat die dus laag is. En dat betekent dat je dus goed moet nadenken over hoe jouw systeem ook moet functioneren. Dus hoe het efficiënt moet functioneren. Hoe de zorg dat mensen niet ziek worden de overhand moet nemen. Zodat de zorg voor de mensen die wel ziek worden,
dat die minder zijn, maar dat je dan goede zorg, dus dat zij de ziekenhuizen kan bieden. Totdat je dat systeem goed hebt laten functioneren, en daar kan je echt, ik denk dat je 10 jaar daarvoor moet uittrekken. Vanaf het punt dat we toen begonnen waren, dat hadden we het inzicht dat het steeds kon verbeteren, maar dat het een tijd in beslag zou nemen. Het is dus nu natuurlijk gestopt, maar niet alleen gestopt. We zijn niet gebleven op het punt waar we waren. Want tijdens de vorige periode weet ik dat we vanuit het parlement de regering echt hebben gezegd van ja, we weten dat die zorg veel kost, maar je gaat het in stand moeten houden. Al is het een beetje wankel, al is het niet 100%, je gaat het in stand moeten houden totdat we een ander systeem hebben. En dat schijnt nu niet meer van belang te zijn. De zorg daarin wordt niet geïnvesteerd. Ik zag laatst een iets van een suppletoren begroting. En dan zie ik dat voor kabinet-president veel meer geld wordt uitgetrokken dan voor gezondheidszorg. Dat soort van grapjes. Ik ben nog niet klaar, want ik moet terug naar die vorige begroting, naar die goedgekeurde begroting, om te kijken wat uiteindelijk het totaal is. Maar de keuzes die de regering maakt, die zijn vreemd. Er schijnt verder ook helemaal geen plan te zijn van hoe in moeilijke economische omstandigheden de zorg toch gaande te houden. Een voorbeeld geven. Wij hadden toen de Cubanen die dan die dag en nacht polies hadden, want er waren af en toe ook problemen in de zorg. Maar het eerste dat men heeft gedaan toen men aantrad is die mensen weg laten gaan met de smoes van dat Suriname nog moest betalen. Men heeft ze later weer terug proberen te halen, maar het ook niet goed gedaan, zijn weer weggegaan. En dat waren heel goede klinieken. Men heeft nu weer eentje opgezet bij AZ. Het zijn dingen die van belang zijn voor mensen. Wat ik meemaak is dat mensen inderdaad te lang geen zorg krijgen omdat ze niet kunnen betalen. Ze moeten misschien een operatie ondergaan. Maar ook wat ik heel recent nu, twee patiënten afgelopen week, waarbij iemand klachten heeft waarvan ik weet van deze klacht moet je wel echt direct onderzoeken. En zo iemand kreeg dan te horen van je kan in oktober een echo gaan maken. Nou, als die persoon werkelijk wat heeft, dan krijg je wat u zegt. Oh, dan gaat hij oktober zijn echo maken, daarna kan hij zijn grafsteen bestellen. Dus het punt is dat de zorg niet tijdig wordt gegeven. Het is soms vaak onbetaalbaar voor de mensen. De artsen, en laat me dat duidelijk zeggen. Het grootste probleem, denk ik, in die zorg is niet eens het gebrek aan middelen. Want je kan van bevriende naties, noem maar op, kan je wat middelen krijgen. Maar het weggaan van jouw mensen uit die zorg, vertrekken, dat is een van de grootste problemen die zich op dit moment voordoet. En die ik lang niet zo heb meegemaakt. Zowel artsen als verpleging, die mensen zijn massaal weggegaan en ze gaan nog weg. En weet je wat dat betekent voor jou? Want die mensen, ze zijn niet geboren en zijn direct in de zorg gegaan. Je hebt ze opgeleid, ze moesten ervaring opdoen, noem maar op. En ze zijn nu weg. Neem maar AZ, daar waren dacht ik iets van 7 OK's. Die OK's zijn er nog. Maar ik geloof dat 2 werken. Omdat die mensen weg zijn. En je kan gezondheidszorg niet in stand houden zonder mensen. Dat is één heel groot probleem. En die mensen die er wel zijn, die raken overwerkt en noem maar op. En ze raken niet alleen overwerkt, ze raken compleet gedemotiveerd. Want ze worden niet behoorlijk betaald. Ze kunnen met hun geld niet, zelf bijna niet leven. Dus dat eist in feite een acute aanpak, maar die zie ik nog niet bij die regering. En heeft u als topper van de NDP, maar ook als deskundige natuurlijk, als we praten over gezondheidszorg, heeft u voorstellen, ideeën die u de regering zou kunnen aanbieden? Nou, ze liggen er al. En we hebben toen een strategisch plan samen met PAHO gedaan. We hebben zelf ook werk verzet aan welke richting we uit wilden. En als mensen niet met die richting eens zijn, moeten ze hun eigen plan maken. Ik waarschuw wel ervoor dat de commercialisering in de zorg is ernstig. Het is ernstig in deze tijd dat Unamoni, maar mijn ervaring met bijvoorbeeld het rijkste land ter wereld, de Verenigde Staten,
dat als je die zorg niet ordent voordat als er eventuele oil boom komt, wat er dan gebeurt is niet dat die zorg dan beter wordt commercieel. Het betekent dat de mensen die geld hebben steeds geweldigere zorg kunnen krijgen en die anderen kunnen op straat doodgaan. Dus het is heel belangrijk dat we het zorgsysteem instellen dat wat we noemen universal access garandeert, dat iedereen toegang heeft tot zorg. Basic healthcare. Kinderen toegang hebben tot zorg. En dat is een van mijn bezorgdheden. Dat er een beleid lijkt te worden gevoerd waarbij het ieder voor zichzelf en God voor ons allen is. Dus mevrouw Jenny Simons geeft aan dat er plannen zijn. Er zijn genoeg plannen, er zijn mogelijkheden om de zorg te ordenen. Maar ze waren aan het eind van de regeerperiode. In feite zou het proces door moeten gaan, maar dat zijn we in Suriname ook niet gewend. Dat is een van die dingen waar ik het over had zo even. We moeten goed kijken en niet alleen anderen schuld geven, maar iedereen moet naar zichzelf kijken. En daar waar je ziet dat zaken fout zijn gegaan, zowel bij jou als bij andere partijen, het is van belang dat we met elkaar toch wel zitten en een streep trekken en gaan werken naar een situatie in het land, want we denken dat het erg is. Maar we kennen landen in de wereld waar het totaal fout is gegaan. En men denkt dat men alles op het hoofd van die bevolking kan blijven stapelen, omdat ze toch niet opkomen. En dan kan je plotseling een uitbarsting zien waarvan je niet had verwacht dat het zou gebeuren. En ik denk niet dat we daar moeten komen. Zoals 17 februari, hè? Onder andere, maar je ziet ook in andere landen toch wat nu gebeurt. Wanneer die mensen totaal, compleet moe zijn, dan krijg je andere dingen. En dan verwacht je het niet, dat zie je mensen in hun huis zitten. Ja, ik zit hier in mijn huis, kunnen jullie alsjeblieft helpen. Maar al die jaren dat mensen niet aten en dat ze naar de dokter konden. Dus het punt is, je moet dat stoppen. En ook de huidige regering, die roep ik gewoon op. Omdat ze zijn ook Surinamers, ze wonen, zijn hier. Je kan niet doorgaan hiermee. Je kan niet schuilen achter IMF. Want die mannen van IMF zijn buiten en ze slapen elke dag als ze willen. Gaan naar een restaurant doen ze dat. Jouw mensen pinaren. Ja. Een andere situatie, mevrouw Simons, is de situatie binnen het onderwijs. We hebben gesproken met de heer Robert Penuy. En ook de ouders die geven nog steeds aan dat het niet goed zit. De kinderen kunnen geen plek vinden in dat soort zaken, correctie. Heeft u het kunnen volgen en wat vindt u van de situatie binnen het onderwijs? Nou, het belangrijkste wat ik vind is dat er een situatie met COVID was. Dus we hadden een probleem. Alle landen hadden het probleem. Dat moest worden opgelost. Je had het op verschillende manieren kunnen oplossen. Maar wat uiteindelijk is gedaan, is dat er een totale wijziging is gebracht in dat onderwijssysteem, na een probleem als COVID, in feite van achter een bureau. Dat is eigenlijk gebeurd. Jaren al voorgesteld, zowel tijdens de regeringen van voor 2010 als de vorige regering. Laten we een onderwijsseminar houden met elkaar. Laten we de richting bepalen met elkaar. Laten we samen kijken hoe we dat onderwijs moeten inrichten. Op een manier dat het betaalbaar is voor een land met weinig middelen enerzijds. Maar dat we toch het beste eruit krijgen. Hoe we de bijdrage van de burgers, dus de ouders of alle burgers gaan krijgen voor dat onderwijs. Zodat je niet bij de poort aan de kinderen geld hoeft te vragen. Maar dat je toch redelijke kwaliteit kan hebben. Hoe gaan we ons hoger onderwijs stimuleren? Wat is de positie van leerkrachten? Heel belangrijk, want leerkrachten zijn bijzonder belangrijk. Hoe moet je dat doen? Welke eisen stel je aan ze? Maar aan de andere kant, hoe geef je ze de juiste werkomstandigheden? Dat zijn allemaal vragen die moeten worden beantwoord. Want ook het onderwijssysteem kan je niet van de ene op de andere dag veranderen zonder problemen. We kennen een land in de wereld, Finland, met enorm geweldig onderwijssysteem. Maar 40 jaar geleden was hun onderwijssysteem ook knudder. Maar ze hebben het helemaal omgedraaid tot een van de beste ter wereld. Maar het is niet in 5 jaar gebeurd. Er is een systeem opgezet en dan kan je eraan gaan werken. En dan zeg maar 10 jaar, 15 jaar verder, dan zie je heel duidelijk verbeteringen. Maar je kan niet van achter een bureau een onderwijssysteem veranderen.
dat is geen goede zaak, want dan krijg je dit soort van dingen. Ik wil waarschuwen voor één ding in dat onderwijs. Wat nu gebeurt, waarbij kinderen dus op een spoor gezet worden, nadat ze eerst gewoon overgestuurd worden, om dan blijkbaar een soort drop-out probleem te verbergen. Maar dan krijg je geen drop-out meer, dat die kinderen van school gaan, hun hersen gaat van school, hun lichaam zit nog op school, maar ze kunnen niet mee. We hebben dat in andere landen ook gezien, en er is voor gewaarschuwd, laten we dat niet doen. Er moet veel meer gebeuren in het onderwijs, maar ik denk dat nu het belangrijkste probleem is, is dat het gewoon eigenlijk vanuit een kantoor is dat systeem gewijzigd. En dat is de grootste fout, want daardoor krijg je die vraagstukken. We zullen ernaar moeten kijken. Dus als er een, ik weet niet, deze regering lijkt het niet te gaan doen, maar als de volgende regering komt, dan is een van de eerste dingen die je dient te doen, is een groot onderwijsseminar waar alle partijen, alle betrokkenen mee kunnen denken, mee praten. En dan kom je op een onderwijsplan wat je dan moet gaan uitvoeren. Ik heb begrepen, eenmaal je het aanhaalt, ik heb begrepen dat er een congres gehouden zal worden in de maand oktober. Heeft de NDP al uitnodiging gehad en zal de NDP participeren? Een congres omtrent het onderwijs voor de jeugd, dat er zo'n seminar wordt gehouden, zo'n bijeenkomst waarbij diverse sprekers natuurlijk het woord mogen voeren. Indien dat doorgaat, zal de NDP participeren, indien men de NDP uitnodigt? Als er zinnige discussies zijn over dingen, doen we meestal mee. Ook al zijn we niet precies eens met wat gepresenteerd wordt. De vraag is echter, wat is de bedoeling van een congres? Ga je het systeem weer veranderen? Of moet dat eruit komen? Dan is een congres, ik weet niet of het een dag duurt of twee dagen, ik weet het niet. Ik heb daar eerlijk gezegd nog niet van gehoord. Misschien heb ik dat gemist. Als het een zinnige discussie is over waar we naartoe willen en zo, en als de regering daar iets mee wil gaan doen, dan neem ik aan dat we ook zullen participeren. Maar als het gewoon is om te babbelen, dan heeft het weinig zin. Dus we wachten dan af. Ik heb het niet gezien. We hebben gesproken over de situatie binnen ons onderwijs, de gezondheidszorg. Een andere zaak die momenteel ook gaande is, als we kijken naar de situatie in het land, is de president noemt het de grondroof, de situatie met de gronden, percelen. De minister van GBB staat zo'n beetje onder vuur, moeten we zeggen. Ja, heeft u dat kunnen volgen en wat is uw mening over de hele situatie rond percelen en dat soort zaken? Laat me alvast iets herhalen. Wat ik eens heb gezegd als voorzitter van DNA, ik heb het in het openbaar gezegd, dus ik kan het herhalen. Ik denk dat het hele ministerie moet worden opgeheven, want het is ooit alleen maar gemaakt om in een politieke constellatie een partij een ministerie te geven. En eigenlijk is het resultaat daar. Dat ministerie heeft nooit gefunctioneerd zoals het zo misschien gezegd wordt dat de bedoeling was. Het heette uiteindelijk een ministerie ook. Dat zou moeten gaan over ruimtelijke ordening en grondbeleid. Ruimtelijke ordening heeft nooit een plaats gehad in de activiteit van het ministerie. En grondbeleid ook niet. Gronduitgifte, ja. En een ander ding ook aangeven wat ik nog veel langer geleden heb gezegd. Toen ik voor het eerst in de politiek kwam en ik ontdekte dat ook de partij die zo'n minister daar plaatst, pas wanneer iets is gedaan, als grond is uitgegeven, dat je het dan weet ook als partijgenoot of als parlementariër. Het is iets wat je achteraf te weten komt. Je weet niet wat daar op dat kantoor gebeurt. En beide dingen samen heb ik gezegd, we zullen toch nieuwe regels moeten hebben voor het beheer en de uitgifte van grond, voor de bedoelingen die de overheid wil stimuleren. Dat is een algemene opmerking. Daarmee zijn we ook begonnen in de vorige periode. Wat hebben we gedaan? We hebben ten eerste in de anticorruptiewet hebben we een aantal bepalingen opgenomen die speciaal gingen over grondbeleid met één hoofdbedoeling en dat is om transparantie daarin te brengen, zodat nooit meer bakka bakka en onder de tafra grond kan worden uitgegeven
zodat we tijd zouden krijgen om die wetten zodanig aan te passen dat je inderdaad zou kunnen praten over het grondbeleid. We hebben ook iets anders gedaan ten aanzien van de erfpacht, erfpachtsrecht en de overschakeling naar grondhuur. Daar hebben we toen de toenmalige minister bekendmaken dat erfpacht zou vervallen en zo hebben wij in het parlement direct gezegd, hey, er gaan openingen ontstaan voor mensen om kwaaie dingen te doen. We hebben toen een wet gemaakt die de mensen enerzijds zou beschermen, de mensen die op de terreinen al generaties wonen en een huis hebben. Maar anderzijds ook mensen die al 60 jaar erfpacht hadden en die gewoon niets ermee hadden gedaan, om te zorgen dat het recht zou vervallen. Dus beide kanten uit. Zo. Dat is mijn inleiding, omdat ik heel verbaasd was. Toen ik de president laatst hoorde zeggen dat hij, hoe heeft hij dat ding uitgedrukt? Ja, grondroof gaat een eind aangemaakt worden. Twee dingen verbaasden me. Ten eerste zijn er mensen in opstand gekomen, de inheemse, omdat er op hun gebieden waar ze wonen, concessies en gronden zijn uitgegeven. Er zijn zelfs doden gevallen. En ik heb de president niet horen zeggen dat hij eind zou maken aan die toestanden van die mensen, hun gronden. En nog meer andere projecten, de president heeft wel commissies benoemd en zo, in andere gevallen. Maar de intensiteit waarmee hij op dit moment bezig is geweest, heb ik nog niet eerder gezien. Dat was één ding wat me opviel. Een andere kwestie die mij opviel daarna is dat de president zegt dat hij een besluit heeft genomen over terugdraaien van uitgegeven gronden. Maar de president is helemaal niet bevoegd om grond uit te geven of beschikkingen terug te draaien. Hij heeft die bevoegdheid niet. Dat kan de minister niet eens doen onder alle omstandigheden. Soms moet de staat zelf naar de rechter gaan of de personen moeten naar de rechter gaan. Ik verbaasde me daarover. Ik was nog meer verbaasd toen ik merkte dat hij zei iets van ja, de mensen moeten zeker een jaar de gelegenheid krijgen om hun grond aan te vragen en grondhuur. En ik dacht bij mezelf van als die president die zelf in het parlement zat toen we deze wet aannamen, het is vergeten. Hoe komt het dat zijn deskundigen hem niet erop hebben gewezen dat wij een wet hebben gemaakt dat de mensen die erfpacht hebben, waar hun erfpachtrecht of huurrecht vervalt, dat deze mensen hun grond niet aan iemand anders kan worden uitgegeven zonder dat de minister per deurwaarders exploot deze gewezen eigenaar of titelhouders eerst informeert, waarna die titelhouder 18 maanden de tijd heeft om de grond in grondhuur aan te vragen. En de minister mag die grond gedurende die anderhalf jaar niet uitgeven aan iemand anders. Dus de president zegt dat hij een besluit neemt, terwijl er een wet is die anders bepaalt en die beter bepaalt voor de mensen dat besluit van de president. Maar de president kan helemaal geen besluit nemen hierover als er een wet is. Het is de wet die moet worden gevolgd. En dat is wat ik in het begin al zei. Ik maak me echt zorgen. We hadden al geen geweldige traditie in Suriname. Sommige wetten werden gewoon aan de kant gezet. Niet alleen door een specifieke regering. Maar gewoon, het kwam niet goed uit. En hield de staat en de mensen zich niet aan de wet. Maar het is veel erger geworden nu. En vooral met grondbeleid. Want wanneer mensen hun titel vervalt, hebben we niet alleen deze veiligheid ingebouwd. Omdat wij ons heel goed bewust waren van alle corruptie die op dit ministerie vanaf de oprichting plaatsvindt. En de druk die op de ministers wordt uitgevoerd om allerlei dingen te doen. Wij wisten, wij zagen het gebeuren en wij hebben vanuit DNA daar een stokje voor gestoken. Althans, wij dachten dat we dat hadden gedaan. Maar het blijkt nu dat de regering zich totaal, dus het lijkt alsof die wetten niet bestaan. Vanaf dat Sabaku-verhaal heb ik direct gezegd van die uitgiftes zijn nietig. Want als u gaat lezen in
de anticorruptiewet, zijn ook de L-decreten gewijzigd. Ik heb een zogenaamde geldende tekst gemaakt, waarbij het duidelijk is dat alle aanvragen, maar zeker ook alle uitgiftes, dus als de minister grond uitgeeft, is de minister verplicht het te publiceren in 2 online media of andere media op verschillende manieren. Het staat in de wet. Maar er staat ook in de anticorruptiewet, artikel 13, 17 en zo, dat als je als beleidsmaker je niet houdt aan procedures, en er staat duidelijk dat ook gronduitgifte daarbij behoort, dan is het resultaat van jouw handelen, dus jouw beschikking, jouw concessie of jouw gronduitgifte, is van rechtswege nietig. Dat staat in die wet. En ik luister naar alle verhalen over commissies die worden ingesteld en onderzoek. Die uitgiften zijn allemaal nietig. Want de minister heeft zich niet gehouden aan de wet. En ik weet dat mensen de minister naar PG hebben gebracht. Maar ik heb die mensen gezegd, luister, de wet maakt onderscheid. Het kan dat er corruptie is. Het kan. Maar ook als er geen corruptie is, is die uitgifte toch nietig. Dus ook al heeft de minister niet zichzelf bevoordeeld, bij wijze van spreken, maar de grond is uitgegeven. Dus ook kom ik nu terug op de vervallen rechten. Los van de wet die we speciaal hebben gemaakt voor die vervallende erfpas- en huurrechten. Behalve het feit dat de minister 1,5 jaar moet wachten nadat Deurwaarders exploot, moet de minister ook die aanvraag van die nieuwe persoon publiceren. En ik begrijp dus gewoon niet hoe we zo ver zijn gevallen in het land, dat een regering zich totaal gewoon niet houdt aan de wet, doet alsof die wet niet bestaat, en dan de mensen die de president moeten adviseren, de president een of ander besluit laten nemen, en zo zal ik het gewoon noemen, het gewoon onzin is. Het is een onzinnig besluit. En het is slechter dan wat de wet de mensen biedt. Dat betekent voor mij dat de mensen daar gewoon niet weten dat die wet bestaat. Anders kan ik me niet voorstellen dat ze die wet op een dergelijke manier negeren. Dat zou heel erg zijn. Dus ik wilde dit toch wel onder de aandacht van alle mensen brengen die denken dat ze benadeeld zijn. De andere kant van het verhaal, want er kwamen mensen ook in mijn partij van, ja, grondroof en zo. Ik zeg ja, de uitgiftes van de grond zijn hoogstwaarschijnlijk nietig, want ik heb ze niet gezien in geen Starnieuws en geen enkel andere plaats. Maar we moeten ook niet vergeten dat mensen grond vasthouden al 60 jaar. Ze doen er letterlijk niets mee. Zitten te wachten op grondconversie of op verkavelingsvergunning. En die gronden zijn volgens diezelfde wet die we hebben aangenomen, die zijn automatisch vervallen. Zodra is vastgesteld dat er niets is gedaan met die grond, is na het verloop van de erfpacht of de huur, is het recht vervallen. En wanneer de persoon het zou gaan aanvragen, dan moet er onderzocht worden. En als er niets daar staat, niets daar is gebeurd, dan moet de minister die grond in feite het recht niet geven, dat huurrecht. Dan moet je het als een volledig nieuwe aanvraag gaan beschouwen. Wanneer er wel echter iets op staat, wel dingen zijn gedaan, vaak wonen mensen op die grond, dan is de minister verplicht aan degene die daar woont de grond te geven. En kan het niet aan een ander geven. Dus laten de mensen alsjeblieft naar de wetten gaan kijken. Ook de mensen die zich vinden dat ze benadeeld zijn. En misschien werkelijk benadeeld zijn. Laten ze naar de wetten gaan kijken. Want die moeite die wij hebben gemaakt in het vorige parlement. Inclusief die VHP-leden hebben ook meegestemd. Om te zorgen dat mensen veiliger zijn tegen die corruptie van dit ministerie. Nou is het dus zomaar moeite toch. Maar je krijgt ook gevolgen. Want in feite zullen een heleboel van deze acties vanuit het ministerie, als je ze niet terugdraait, zullen ze strafbare feiten opleveren.
omdat in een aantal gevallen je gaat kunnen aantonen dat er behalve foute procedures, die procedures bewust fout zijn gemaakt om bepaalde relaties van de minister misschien te helpen. Dus u waarschuwt ook de minister. Want al die mensen die op het ministerie komen en druk uitoefenen op die ministers, die gaan niet naar de rechter gaan. Want de rechter gaat ze niet kennen. Dus al met al, mevrouw Simons, als we kijken naar de situatie in het land, de gezondheidszorg, onderwijs, hoe de situatie rond de grond, dan is er veel te doen. Als topper van de NDP, de NDP heeft een reorganisatie doorgemaakt. De heer Panka gaf het aan in ons interview met ons. In hoeverre is de NDP ready om al deze zaken daadwerkelijk op te lossen? De NDP is nog bezig met de reorganisatie en we hebben een paar belangrijke dingen wel gedaan, maar een aantal belangrijke dingen moeten nog gebeuren. En dat proces is aangevangen en wij werken eraan en ik hoop van harte dat we dat ook succesvol afsluiten, omdat de partij die meedoet in de volgende regering, die moet weten dat de situatie die komt ernstig is en niet gemakkelijk gaat zijn. Het gaat om verschillende redenen niet gemakkelijk zijn, maar ik heb een paar van ze hier genoemd. Dus je moet als partij gewoon goed beginnen met de schoonmaak in je eigen gedrag. Je moet met andere partijen praten en overtuigen om te proberen dat meerdere partijen dat doen. Want dan kan je een regering vormen die in elk geval op een correcte wijze, transparant en duidelijk voor die samenleving een beleid gaat voeren. Een beleid dat vooral gericht zal moeten zijn op het opnieuw leggen van een basis van een democratische rechtsorde, zullen we het noemen. Want we praten over rechtsstaat. Maar rechtsstaat is alleen de staat. Maar de orde, dat is wij allemaal. De staat plus de burgers. Er moet een zeker vertrouwen kunnen zijn in de instituten. En de burgers hebben begrijpelijkerwijs het vertrouwen verloren. En dat betekent dat we in de NDP deze discussie hebben over op welke wijze je moet garanderen voor jezelf als partij dat je in staat bent om te zorgen voor een nieuwe situatie wat betreft het staatsbestuur, de betrouwbaarheid van jouw instituten en dat die bevolking dat vertrouwen terug kan krijgen. Alles in het begin maar een beetje. En dan krijg je de kans om te bewijzen dat je betrouwbaar bent. En dat betekent dat je in je organisatie die basis daarvoor moet leggen. Je moet zero tolerance hebben voor bepaald gedrag. Wanneer mensen beginnen dit soort van dingen te doen, moet je als partij, als regering die voortkomt uit die partij, meenemende onze ethische code waarmee we nu begonnen zijn, te discussiëren daarover om het vast te leggen, dan moet je weten dat als jij begint te stelen van de staat, gronden te roven, dat je on your own, dat de partijen niet gaat bekken. En dat zijn dingen, denk ik, die van belang zijn. Omdat we in Suriname, denk ik, we weten ook, toch wel, de meeste van ons, ook in de politiek, weten ongeveer welke richting we uit moeten. Die discussie moet gevoerd worden, maar is niet zo moeilijk. Moeilijker is om van waar we nu zijn gevallen, de instituten die zijn afgebroken, het vertrouwen dat weg is. Dat is het moeilijkste deel om te doen. En daarna vast te houden aan de lijn die je hebt uitgezet. Om te gaan met kapitaalgroepen. En men denkt vaak dat ik bedoel dat ik iets tegen mensen heb met kapitaal. Ik heb niets tegen ze. Maar zij zijn niet de enige met rechten in Suriname. Toch? Dus wanneer je als partij bezig bent met kapitaalgroepen, dan moet iedereen begrijpen welke richting we uit willen gaan om voor iedereen een stukje welzijn in het land te regelen. Wij zijn een sociaal-democratische partij. Dat wil zeggen, we willen voor iedereen een stukje van de koek. Ook die gewone man en vrouw moet kunnen leven. En dat beleid moet daarop gericht zijn. We zijn geen partij die vindt van laat een paar mensen maar schatrijk worden, dan zullen ze mensen in dienst nemen. Nee, dat is niet de NDP. Maar het betekent dat je kijkt vanuit die hoek
Maar je moet ook kunnen doen wat je zegt, wat je voorbereidt. En we hebben de zwaktes gezien in Suriname en in de wereld. Niet alles is Suriname alleen. Maar dat betekent dat we daarover nadenken en dat we daarmee bezig zijn. Maar dat betekent ook dat we in de partij die uitgangspunten moeten aannemen en vastleggen. Zodat wanneer we in een regering komen, dat we ook werkelijk volgens die dingen kunnen gaan werken. Omdat alles wat zal moeten gaan gebeuren, zowel financieel maar ook sociaal, ga je moeten doen vanuit een vertrouwensbasis. En je moet betrouwbaar zijn om het vertrouwen te kunnen houden. En dat is een van de belangrijkste dingen. En zoals ik al zei over het ministerie, soms wordt de minister zwaar onder druk gezet. En dat soort maatregelen hebben we toen voorzien. Vandaar die wet die we hebben gemaakt van je moet publiceren. Zodat die minister van de druk ontlast zou worden. Want dan moet die minister publiceren. Dan gaat de samenleving weten. Die heeft gevraagd, die heeft gevraagd, die heeft gevraagd. En als men nu doet alsof die wet gewoon niet bestaat. Wel, dat zijn dingen waar de NDP nu mee bezig is. Daarvoor moet je waken. Dat moet niet met je gebeuren. Je moet een democratische rechtsorde in het land hebben. Rechtsstaat, maar breder dan een rechtsstaat, een rechtsorde. En op die manier kan je dan, maak je een redelijke kans om het land weer een basis te geven waarop we verder kunnen gaan. Er zijn genoeg jongere mensen in de startblokken die dan, nadat je een goede basis hebt gelegd, in de komende 10, 20 jaren het land verder kunnen helpen. Maar je moet naar die basis gaan. Zolang de politiek zich niet kan houden aan wet en recht en structuur, dan ben ik bang dat we er niet zijn. En dat slot, mevrouw Simmons. Ja, de NDP is bezig, zoals u aangaf, met de reorganisatie. Indien de verkiezingsuitslag in het voordeel van de NDP uitvalt. Ja, wat verwacht u qua beleid? Zal de NDP daadwerkelijk die transparantie die u zo aangeeft, zal u zich hard daarvoor maken dat die transparantie daadwerkelijk tentoongesteld? Nou, daarvoor maak ik me al hard in de partij. De ervaring die je opdoet in de politiek. En dat is toch wel erg belangrijk in Suriname. Suriname is een klein land, maar het is een ingewikkeld land. En daarmee werken we nu. We werken binnen die partij, want we willen toch wel... Kijk, je hebt nooit 100% garantie in het leven. Maar je moet heel ver gaan ermee om jezelf te committeren aan een aantal zaken. En dat is waar we op dit moment mee bezig zijn. En vandaar dat je me vaak hoort zeggen, ik heb het ook gezegd. Gezien de visie van de NDP is de NDP meer dan 100% in staat om Suriname op een goed spoor te brengen. Maar er zijn voorwaarden. En die voorwaarden liggen vooral in hoever je kan gaan met elkaar om te zeggen van oké, dit is de gedragslijn die we gaan volgen. We weten nu waar de voetangels en klemmen liggen, de boobytrap. En je moet zorgen dat je een situatie schept dat jouw programma's die je doet voor een groot deel kunnen worden uitgevoerd, werkelijk kunnen worden uitgevoerd door de politiek. En dat is het werk dat op dit moment gedaan moet worden. Maar ik zeg nog een keer, ik geloof uiteindelijk niet dat één persoon, één partij het land helemaal uit alles kan halen. Dus je moet ook met andere mensen praten, andere partijen. En er zijn partijen waarvan ik denk dat er daar wel een zekere basis ligt aan mensen die ook bereid zijn om die kant uit te kijken. Dat ze ook in hun eigen organisaties een soortgelijke transformatie doormaken. Zodat je, en tenslotte naar alle partijen, dat we een streep trekken onder dat ding van ja, maar die was daar en die was daar en die heeft dat gedaan. Want uiteindelijk heeft Suriname daar helemaal niets aan. Je moet met elkaar kunnen werken op basis van wat je politieke visie is. En niet op basis van wat 40 jaar geleden, wie waar stond enzovoort. Dat zullen we in de geschiedenis moeten uitzoeken. Want ook daar is niet altijd, het lijkt, alles wat lijkt op A hoeft geen A te zijn. Dus het is van belang dat je een stukje verandering krijgt in de wezen waarop het land is georganiseerd, waarop de politiek werkt. Het is niet eenvoudig, maar dat is wat we moeten doen. Dag Holland, ik wil daar komen, want ik pinaar hier als een raad.
Wambari teana, wogoluku na kulturu TV. Tam sabaka gang, pe Canada pe wang. Yeah. Hey for it new, go look up to new. Kulturu nyusu, paste fastrati zref buntu. Unde baniu, sadef arkina new. Kulturu nyusu, paste fastrati zref buntu. Suriname zo een hele klan, mako depti hele kwan. Weshi, alas my sari, alas my bari. Maefu bondru kwa wang, takwe sreka mama zralang. Beno wa soma, no abif kwari, no abif sari. Yeah, baya kriyoul ya fans of shini. Esha idoule in the stance of enemies. Dambo taki, on the right place. Biggie, biggie, no. We go axa for luck if the low babble late. We go arga problema food the smile in the wake and we leave be sweetie. So long house I pay you the West Wing committee. Yeah. Drug tap a link make who stelling a praise. Sterker can well want united say way. We kun a gemeenschap. We do a roko, maar den a gereedschap. And we give almighty thanks and praise tak. Tak in de wiki na we da eerste leesblad. We zijn beleesgat. Statistieke schrijf je overweeg dat. Ja, had je iets teken in je keel gehad. Biet qua door om iets gehad wat je weet dat. Kulturu.com na anjusu wechari. No fake, no joke, ja anjusu prespari. Efu bondru kwa wanda mine kouda ushwari. Ja anjusu nesari, why begin te wan klari. Subscribe and share, make the fans fi arki. Ja we libu no prati, u ape in ei parki. We de tapas trati, ka kwanga i kragi. U de borei dwen, aksa falok fai kwanga de steiging. Efu vergelijk ding, u ababo weis dwen. For wasting, gonna ballasting. A problem for follow na de staking. That make we tamita follow food that a hasting. What up a weary come a food that got his skating. E ukun up the thing. Day for its news. Sto look up to news. Kulturu nyunsu. Paste fastratis respuntu. Ude banil. Sadef arkina niu, kulturu nyunsu, paste fastratis respuntu.